Welkom terug YouTube, kanaal van Harry de Ferryman, ik ben Harry en vandaag gaan we verder met de roeiboot. Een tijdje terug hebben jullie al kunnen zien dat we verschillende dingen aan de roeiboot veranderd hebben. We zijn er nog niet mee klaar, ik had niet echt plek binnen want ik wil hem binnen kunnen leggen en hem ook laten liggen. We hebben de tractor klaar en ik heb weer plek gemaakt. Zoals je kunt zien hebben we nu genoeg ruimte om de roeiboot binnen te leggen en hem gewoon te kunnen laten liggen. Dus we gaan hem eerst eens naar binnen halen. Dan tillen we hem van de kar af. En dan ga ik jullie vertellen wat we er precies aan gaan doen. Zo, de roeiboot ligt binnen. Dan gaan we deze kist, een deksel, die komen van de gierbootjes af. Daar stond vroeger een accu in toen we nog geen zonnepanelenlampen hadden. Maar die kist wil ik nu in de voorste luchtkast maken. Gewoon om spulletjes op te bergen. Om er touw in te doen, kettingen, sluitingen, verzin maar die soort dingen erin te doen. Dat ze niet los in de boot liggen. Zo komt het er straks uit te zien. Die kist er verzonken in en die deksel er net zo op. En dan hier een paar scharniertjes. En aan deze kant komt een hangslot hangen dat ik hem op slot kan doen. En dan kun je zo de kist in. Dit moet wel heel goed gebeuren, want het is een luchtkast. Die luchtkast is ervoor dat de roeiboot boven water blijft, al staat hij helemaal vol met water, dan zinkt hij niet. Daar is die luchtkast voor. Als ik hier een kist in maak en ik las er niet netjes water dicht af, dan kan de luchtkast vol lopen en dan zinkt de boot alsnog. Die kist kan natuurlijk wel vol lopen, want het is geen waterdichte kist. Daarvoor moet ik onderin die kist maak ik een buisje aan en die komt hiervoor de luchtkast weer uit, zodat als er water in de kist komt, dat je het dan loost de boot in. Dus daar gaan we maken, die kist erin. Dat is een mooi klusje, dat is leuk om te doen. Verder op de vloer komt een kunststof rooster. We hebben er normaal altijd hout op gehad, een nadeel van hout is, als het buiten ligt, het wordt groen, het wordt erg glad. In één roeiboot heb ik vorig jaar een kunststof rooster gemaakt, dat werkt zo. Kunststof wordt niet groen, wordt niet glad, er gebeurt eigenlijk niks mee, ook al staat regent de boot een stukje vol met water. Ga niet drijven, het is gewoon perfect voor in een roeiboot. Dus daar moeten we hier ook nog in maken. Omdat die kunststof roosters erin komen, moet ik nog een paar strips aanlassen waar je op kan komen te liggen. Deze zit geknikt, hier zit een knik in. Zetten we een stripje voorop dat hij recht wordt. Dat de rooster overal draagt. En voorin komt ook nog een strip.
Dus daar komt een rooster op te liggen. Het is allemaal gedaan, dus de strips voor de rooster erin gelast. De kist erin gelast met alle sluitingjes eraan en zo. Dan gaan we verder niks meer aanpassen aan de roeiboot. Dan gaan we hem schuren, schilderen. Nou, hij kan mooi binnen liggen, dus te schilderen kan altijd mooi gebeuren als buiten slecht weer is. Het is stopwerk, dus het gaat wel enige tijd aanlopen. Als het mooi weer is, ben ik meestal buiten bezig. Daar wou ik het voor deze keer bij laten. Volgende keer ga ik de kist erin maken. En dan laat ik jullie zien hoe ik dat doe. Als er iemand nog vragen heeft, kunt ze altijd vragen hieronder. Dat is geen enkel probleem. Ik beantwoord ze altijd. Het zal niet meteen dezelfde dag zijn. Ik heb nog een hobby, er ook wat tijd in zitten. En dan noemen ze vrijwillige brandweer. Dus ik kan niet beloven dat ik ze meteen beantwoord. Maar het zal geen 3 dagen duren voordat je een antwoord krijgt. Vind je een filmpje leuk? Duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien? Kun je eigenlijk ook abonneren op mijn kanaal. Als je dan het belletje aanklikt, dan word je op de hoogte gehouden wanneer ik een nieuw videootje upload. En ik ga afsluiten zoals ik altijd doe. En dat is zoals wij hier in Brabant zeggen. Houdoe.